Hier zijn we bij de strijkijzers. Vroeger, de eerste strijkijzers waren gewoon volle ijzers voor op de stoof te zetten. Vroeger hadden de mensen hier op de buiten allemaal een Leuvense stoof en werd dat ijzer op de Leuvense stoof gezet. En om te zien of het warm genoeg is, dan speekten ze daar eens over dat het speeksel moest wegvliegen, dan was het ijzer warm genoeg. En dan konden ze dus gewoon strijken, dan werd er dus eerst over hun strijkdoek gestreken dat het vuil eraf was en dan konden ze beginnen te strijken. Dan de volgende strijkijzer, dat was een met noppen in van binnen. Dus van binnen zitten daar allemaal nopjes opgebouwd en dat is om langer warm te blijven. Dat ijzer geeft zijn warmte veel trager af tegenover dat vol ijzer. Dan werden er zwaardere ijzers gemaakt voor te persen, maar ze waren dus ijzers met een los handvat. Dan hadden ze zo twee blokken, één blok stond op de kachel en het handvat werd dan gebruikt voor het andere ijzer en dan konden ze met één hand strijken, met het ander dat stond op de kachel warm te worden. Dus dan konden gewoon dat handvat verplaatsen en dan bleef het handvat natuurlijk koud en de ijzer alleen maar warm. Dan zijn de ijzers gekomen met de verwarming door kolen, dus gloeiende kolen. Assen werd erin gebracht en zo werd het ijzer dan verwarmd. En zo werd het ijzer gebruikt om te strijken. En dan is het elektrisch strijkijzer gekomen. Maar dat was dus een blokje, een volledig blokje. En die pennetjes stonden er gewoon bloot op. Die braken dat wel gemakkelijk af. Dat was dus een nadeel eraan. Dan hebben ze die ijzers gaan verbeteren. Dus ook moderner maken. Om gemakkelijker te verkopen, maar tezelfde tijd hier een versterking aan dat die pennetjes niet meer zo gemakkelijk afbraken. Dan zijn ze daar stukken gaan maken. Maar er zijn dus mensen willen altijd iets nieuwer, iets mooier. En hier is dus een mooier handvat, een mooier tussenstuk. Maar dat was natuurlijk weer om de prijs te verhogen natuurlijk. Het volgende ijzer, dat hebben ze gaan verstevigen om die pennen niet meer zo gemakkelijk af te breken. En een fraaier ijzer, een mooier ijzer te maken. Dan zijn ze die gaan nog mooier maken, het handvat, mooie handvat, een mooi tussenstuk. Dan zijn ze die gaan gieten in een volle blok, een stevig geheel. Hier was geen brak het zo gemakkelijk niet meer af natuurlijk, maar daar is dan de kostprijs weer van wat hoog geworden. Daar zijn er niet zo heel veel van gemaakt. Dan zijn ze die gaan maken, dus in plaat de bovenkant, weer dan om natuurlijk gemakkelijker te kunnen verkopen weer. Dan stelden we vast dat de ijzers gemakkelijk verbranden, de weerstand verbranden. Want de vrouwen, dus maandags was dat gewoonlijk wasdag, en dan moesten ze hun was buiten op de blijk gaan bleken, op het gras. En daar stonden ze met de geburen nog wat te sjouwelen. En tegen dat ze terug binnenkwamen, was het ijzer door hun strijkdeken gezakt, doorgebrand en zelfs tot in de tafel gebrand. Om dat te voorkomen, hebben ze daar dan een voetje gaan aanzetten, dat het ijzer recht kon staan. Maar dan was er weer een nieuw nadeel. De weerstand ging dan weer verbranden, want je had geen afkoeling niet meer. En dan brandde de weerstand weer door. Dus weer geen degelijke oplossing. Dan hebben ze de thermostaat uitgevonden om het ijzer tot een maximum temperatuur te laten warm worden. En dan kon de weerstand weer niet meer verbranden. Dan zijn ze nieuwe, moderne strijkijzers gaan maken. Ook uit mooier materiaal, blinkend materiaal. En dat verkocht natuurlijk weer veel beter. En dan zien we dus een hele reeks van verschillende groei van die strijkijzers. Zo zien we dan die strijkijzers stilaan in productie veranderen. Ik werd daar zeer stukjes aangebracht, zelfs zo'n voor u een duim in te leggen, voor gemakkelijker te kunnen werken. En dan zijn zo weer terug gaan lichte ijzers maken. Maar toch heeft dat niet lang geduurd, zijn ze toch al tamelijk vlug de ijzers terug gaan verzwaren. Dan zijn de stoomstrijkijzers opgekomen. Dan zien we hier enkele verschillende typen van stoomstrijkijzers. Ook heb ik hier een zwaar strijkijzer, dat is van een kleermaker. Dus ook een zwaar gewicht om gemakkelijk te kunnen persen. Om dus in de mannenbroeken schoon plooien in te krijgen. Dan zien we hier het strijkijzer, hoe dat in het begin, dus de eerste strijkijzers opgebouwd waren. Dan was dat een weerstand
die dus een weerstandsdraad opgerold op mica. Maar de mica-plates die braken gemakkelijk kapot. En regelmatig waren die weerstanden dan weer doorgebrand en moesten die weerstanden vervangen worden. Dat was natuurlijk wel heel gemakkelijk om het ijzer te herstellen. Was er gewoon een nieuwe weerstand in te plaatsen en dan was het ijzer weer terug helemaal intact. Dan zijn ze, omdat dat te gemakkelijk kapot brak op die mica, zijn ze dat ineens mee gaan ingieten. Zodanig dat de weerstand dus niet kon afbrokkelen, niet kon kapotbreken. En dan zijn ze die gaan ingieten. Dus in de voet werd dan de weerstandsdraad, dus opgespiraalde weerstandsdraad, mee ingegoten. En dan zijn er zo verschillende typen, die zijn ze gaan moderniseren, gemakkelijker maken. Maar natuurlijk altijd weer de prijs verhogen. Dan zien we hier een strijkijzer, wat dat er zoal kan gebeuren met het water, dus de kalk in het water. Je ziet hier allemaal gaatjes in, doorgeoxideerd, en dan komt de stoom van de stoomstrijkijzer komt dan in het binnenstuk van het ijzer. En dan zien we hier hoe alles verroest. Al dat ijzer is roest door. Dus deze was ook gewoon de aansluit, klemmen, gewoon doorgeroest, doorgeoxideerd. En dan zien we hier verschillende typen van strijkijzers nog, met ook de verschillende mogelijkheden voor aansluiting. Voor strijkijzers moest dat natuurlijk een sticker zijn uit speksteen, het contactstuk, om de oververwarming tegen te gaan. Want met die bakelieten, die zijn stickers die kunnen gebruikt worden voor gewone verwarmingstoestellen. Die worden heel veel nu gebruikt op de studentenkoten. Maar zo'n ijzer, zo'n stuk als deze, mag natuurlijk nu niet meer gebruikt worden. Omdat er een open weerstanden zijn en dat dat natuurlijk veel te gevaarlijk is. Dus hier ook, al de open weerstanden, die mogen niet meer gebruikt worden. Maar tegenwoordig zijn ze die dus terug aan het maken voor op studentenkamers. Dat is voor nog vlug wat koffie warm te maken, een eiken te koken of dus voor kleine vermogens. Dan zijn er die moderne toestellen, die worden dus nu teruggemaakt. Deze is dus een heel oud, maar nu worden die dus allemaal teruggemaakt. Dus hier, verschillende typen van verwarmingsvuurtjes. Hier moeten dus weer stekkers gebruikt worden met een spekstenen stuk tegen de grote warmte. Dan krijgen we de broodrooster, de oude broodrooster. Het nadeel van deze broodrooster is dat de boterhammen gemakkelijk verbranden, omdat hier geen tijd ingesteld is. Als je er niet tijdig in ziet, zijn de boterhammen verbrand. Dan zitten verschillende typjes, verschillende, hangt natuurlijk ook af van de merken. En dan zijn die gekomen met die uitwerper. Dus dat je, wanneer de brood geroosterd is, dat die dus automatisch uitspringt. Dan krijgen we de verwarmingsvurkjes. Verschillende tippen. Dan hebben we de weerstand voor in een warmwaterboiler. Deze is de weerstand die in zo'n verwarmingsvuur zit. En dan hebben we, voor de elektriciëns was dat dus, dat we die zelf terug konden herstellen. De verwarmingsweerstand op rolletjes, dat je die dus kon afkrippen naar gelang de lengte, het vermogen dat je dus nodig had. Nu gaan we het hebben over het installatiemateriaal waarin de leidingen werden gelegd. De eerste installatiemateriaal dat was in metalen buis, metaal geëmailleerd tegen het roesten, want dat waren dus ijzeren buizen. En die buizen die waren naadloos, dus met open naad. Je ziet dus doorgezaagde buis, dus gewoon opgerold, maar nog niet gelast. Dan hadden die ook in de kleine maten en dus de verschillende grootte. Ook de dozen, dat was allemaal uit ijzer geëmailleerd tegen het roesten. Dus vocht afstoten in feite,
zodanig dat de bus gaaf kon blijven. Dan hadden we de kleine busjes, de eerste installatiebusjes, met naad gemaakt, zodanig dat die volledig dicht waren. Het volgende installatiemateriaal, dat waren buizen uit koper, met binnenin een geïsoleerde buis. Natuurlijk zeer degelijk, dus er kon geen spanningsverlies zijn op de buitenwand. Dan hadden we dus ook hulpstukken in koper, dus om moffen, om de buizen aan elkaar te zetten. Achter de koperen buis kwam de loodleidingen, dus leidingen in looddraad, met daarin geleiders met de jutomspinning. Dat was de VOB-draad. Die leidingen die waren in tweedraad en driedraad. Die hadden ook in geleiders van 1,5 of 2,5 vierkante millimeter. Die werden bevestigd tegen de muur met koperen letonnetjes. Dus gewoon met een nageltje in de muur geklopt en om de geleider geplooid. Achter de loodraad kwam de verlood ijzeren buis. Verplombé noemden we dat. Die werden geplooid met een speciale tang. Dus pekjes genepen en zo kreeg je de ronding van de buis. Kon je dus volledig winkel afplooien. Ook daar in die verlood ijzeren buis was een isolatiebuis bevestigd. Weer dus tegen het doorslaan op de buitenwand. Ook met jutomspinning. Dan kwam de plastiekdraad. Die hadden dus weer in 2x1,5, 2x2,5, 3x1,5, 3x2,5 vierkante millimeter. Toen was er nog altijd geen sprake van een aarding. Dat was dus alleen met leidingen. Dan kwam de pechelbuis. Dus de installatie in pechelbuis. Wij dachten dat dat de ideale installatie was, maar dat was ook weer niet zo echt. Want wat kregen we dan? Daar zat dus die draad met jutomspinning in. En wat zien we op die draad? Allemaal nopjes op. En dat kwam zo blokvast in die buizen zitten, dat we die draad er niet meer terug uit kregen. Dat het zeer, zeer moeilijk was om die te vervangen. Dus daardoor kreeg je dan ook spanning op de leiding, wat dus wel gevaarlijk was. Dat zijn we echt gaan ondervinden toen de verliesstroomschakelaar is opgekomen. Die viel daar regelmatig uit. Na de pechelbuis is dan de plastiekbuis gekomen. Dus de installatie in plastiekbuis. Met het grote voordeel dat we geen spanningsverliezen niet meer op de buis en op de muren konden krijgen. Dus de lekstromen werden daardoor uitgeschakeld. Maar in het begin was dat dus ook nog leidingen met een jutomspinning. Dan pas zijn de leidingen in plastiek gekomen, dus met een plastiek omspinning. Hier komen we dan aan de tijdschakelaars. Deze is de minuterie. Minuterie, of we noemden dat ook de 3-minuten schakelaar. Dienstig voor appartementsgebouwen, dus woningen boven elkaar gebouwd. Aan iedere trap stond dan een schakelaar, waar dat we konden drukken om het licht aan te doen. Want als je nu een verdieping, een 5-10 verdiepingen hoog moet, ja, dan het licht brandt maar 3 minuten, dan moet je onderweg terugdrukken, wil je nog licht hebben, voor verder naar boven te gaan natuurlijk. Hoe werkt dat nu eigenlijk? Wel, dat werkt met een kwikschakelaar. Een kwikschakelaar met 3 contacten. Eerst staan de 2 contacten met elkaar in verbinding door een kwik. Dat wil zeggen, wanneer ik nu druk, dan gaat de stroom dus door het kwikcontact en gaan de lampen aan. Trekt hij dus die magneet, trekt dan de spoel trekt dan de magneet aan en de kwik die gaat dus omschakelen. Allee, en het licht gaat aan. Maar dat kwik die zet zich dus nu naar de andere kant. Dat wil zeggen,
dat het licht kan branden door deze schakelaar. Nu, die kwikschakelaar gaat geleidelijk aan zakken, zodanig dat de kwikschakelaar horizontaal komt staan. Wanneer die horizontaal staat, zijn de drie contacten verbonden. Dat wil zeggen dat ik terug kan drukken. Ben ik bijvoorbeeld op het vijfde verdiep, dan moet ik al terugdrukken om kunnen hoger te gaan bijvoorbeeld. Maar dat gaat dus pas wanneer de drie contacten verbonden zijn met de kwik. En dus na een drietal minuten valt het licht automatisch dus uit. Dat waren dus vroeger de trappenhuisschakelingen. Dan hebben we daarin de schakeling horizontaal, bijvoorbeeld in bejaardenhuizen. En dan kunnen we gelijk om welke deur dat we drukken, gaat het licht een stap ofwel aan ofwel uit. Het is ofwel aan ofwel uit dat het schakelt. Dat gebeurt door een teleruptor die iedere keer één stap gewoon verzet. Dan heb ik hier een voorbeeld van een kilowattuurmeter. Daar zien we dus de schijf draaien, hoe dat een teller eigenlijk werkt. Dus die schijf draait rond, maar die doet dus de teller telke malen mee verzetten. Om het verbruik dus op te tekenen. We kunnen dat duidelijk zien aan het rode puntje dat tevoorschijn komt, zodat de wijzer de schijf dus gewoon doordraait. Dan komen we hier aan de kiekenwekker. Wat is dat eigenlijk, een kiekenwekker? Wel, de boeren hadden hier allemaal bijna lichtkiekens. En lichtkiekens die moeten zoveel mogelijk eten. Hoe meer ze eten, hoe gemakkelijker dat ze zullen eieren leggen. Je kunt natuurlijk geen twee eieren op één dag krijgen van een kip, maar wel alle dagen een ei als ze voldoende eten hebben. Wat wil dat zeggen? Wel, om 's morgens om een uur of half vijf staat een boer op en die zet zijn weerstand gereed om het licht aan te gaan. Automatisch gaat het licht aangaan om een uur of vijf dat de kiekens moeten opstaan. Want normaal staan de kiekens niet op als het nog duister is. Dus je maakt zelf licht, je maakt zelf een dag zogezegd. En de kiekens kunnen komen van hun paal eraf en beginnen te eten. Tegen dat het gaat licht worden, dan gaat het kunstlicht uit. 'S Avonds, tegen dat het gaat duister worden, moet het licht terug op volle kracht kunnen gloeien. Dus de kiekenwekker zorgt dat het licht weer terug aangaat. Maar het begint gewoon duister te worden en dan moet het licht dus terug opgezet worden. Als het de kiekens dus nog een hele tijd kunnen blijven eten. 'S Avonds dan moet het stilletjes aan terug om duister worden in het kippenhok. En dat doet een boer door zijn weerstand stilaan in te schuiven. Die weerstand stond bij de boer naast het bed, dat hem zelf gaat slapen kon, die dus de weerstand inschakelen en het licht verduisteren, dus duister worden in het kippenhok. Dan beginnen de kiekens stilletjes aan op hun palder te kruipen en de laatste die er nog blijft zitten, ja, die moet zijn plammer trekken natuurlijk. Waarom is dat eigenlijk? Wel, als het ineens donker wordt, dan vliegen de kippen op een hoop en die vliegen elkaar dood. Dus de kippenwekker dient eigenlijk voor de bescherming van de kippen. Dan, op een bepaald uur valt die dus automatisch uit. 'S Morgens als de boer opstaat, dan zet je zijn weerstand terug gereed om voor licht te krijgen op volle kracht. Dus om een uur of vijf moet het licht dus terug opspringen en de cyclus begint zo telke malen opnieuw, voor iedere dag opnieuw. Dat is dus een regelschijf waarvan je de nokken kunt verzetten, dus de uren kunt instellen. Nou is het dan te vast. Ah ja, dus je kunt dat schijfje verdraaien, verplaatsen. Dus het uur regelen wanneer het licht moet aan- en uitgaan. Je ziet er dus van voor, is dat de gewone wekker. En van achter zie je de regelschijf. De meest gebruikte, dat waren deze, was dit systeem. Een heel degelijk, een heel goed systeem. Die heb ik in een tijd heel veel geplaatst. Nooit mankementen aan gehad,
altijd heel goed gemasseerd. Dan krijgen we hier voor een toestel een tijd in te schakelen. Ook weer een tijdschakelaar, kwikschakelaar ook. Kwik dat nu niet meer mag gebruikt worden. Hier zien we in het binnenwerk van de telefoon, daar zien we de magneten. De magneet die dient om dus de wisselspanning op te wekken om te bellen, om de bel te laten werken. Dus je draait om de hendel, de bel gaat in bij de maatschappij. Daar nemen ze op en ze vragen met wie dat jij wilt contact hebben. Je geeft uw nummer op en met de jackstekker verbinden zij dan uw telefoontoestel met dat van de persoon die je vraagt, waar je mee wenst in contact te komen. Dus dat is wel degelijk het oudste toestel. Zie je wel hoe een prachtstuk dat het is. Dus ook de hoorn, de microfoon, telefoon. En die hangt dan aan de telefoonkast. Dan zijn er deze opgekomen. Je ziet dat dat binnenwerk al heel wat moderner is tegenover die oude grote magneten. Dat zijn dus de binnenwerken van de telefoon. Je ziet hoe grote hoefijzermagneten dat erin steken om de magneto spanning te laten opwekken. Dus dat is het principe. Een magneto en die wekt dus spanning op en die laat de bel werken. Maar de bel werkt dus met wisselspanning. Tegenover de microtelefoon, die werken met gelijkspanning. Dus 12, 24 volt. Je ziet dat deze al een ander systeem is, maar ook. Dus hier hadden we het toestel om te luisteren, de microfoon. Die stond dus op het deksel gemonteerd. En deze de telefoon om te luisteren. Dan hebben we een jonger systeem. En dat was dan al met bakkelieten horen. Volledig bakkeliet. Dan de jongere systemen. Hier spreken we van het begin van 1900. Tot de jaren 20 en dan zijn deze toestellen gekomen uit metaal. Ziet? Oudere bakken. In die houten, daar stond dan een batterij in, dus voor gelijkspanning, voor de telefoon te laten werken. En dan zijn de bakkelieten toestellen. Eerst de hangkasten, nog de microfoon en de telefoon, zoals het oude systeem. Dan zijn de modernere gekomen, volledig bakkeliet. En dan zijn de staantoestellen gekomen. Niet? Prachtige stukken. Dus de bakkeliet. En dat was dan met draaischijf. Zo hebben we dan verschillende systemen. Hier heb je het binnenwerk ook. Het binnenwerk van zo'n draaitoestel. En dan zijn deze toestellen gekomen. Deze zijn dan van de 40er, 50er jaren. Maar deze toestellen zijn toch tamelijk lang in gebruik gebleven. Waar heel degelijke toestellen ook. Hier hebben we dan voor een voedingssysteem. Na de pillen kregen we een voeding met gelijkrichters.
En hier heb ik een reeks toestellen, van hele oude toestellen, ook tafelmodellen. En dan hieronder, dat zijn de deurparlafons. Verschillende typen. Stel je voor dat je zoiets nog voor je, aan je deur te hangen, moest hangen hebben. Dus dat is de voeding ervoor. En dat is dan de microtelefoon aan de deur. Dat kun je me nou niet voorstellen. Ja, en dan zijn er meer moderne toestellen gekomen. Hè. Dan zijn deze toestellen gekomen. Hè. Dus met druktoetsen in plaats van draaischijven. En deze zijn dus de aansluitdozen, telefoondozen. Waarom zoveel verschillende? Aan ieder is iets verschillend aan. Dus telkens malen is er iets aan veranderd. Dan zijn de eerste opbouw en dan de inbouwverbindingsdozen. Hier hebben we dan de telefoons, de werftelefoons. Dus voor op een werf zullen we dat al gezien hebben langs de straat, dat ze daar in zo'n verbindingskas herstellingen moeten uitvoeren. Dat is het heel oud systeem. Dat is het eerste systeem. Dan zijn er deze gekomen. Dan zijn er deze gekomen. En dat zijn de meerdere modernere. Hier hebben we dan de lamp die in de oorlog moest gebruikt worden. Van boven is daar een wit plekje vrij. Langstalig mocht er licht stralen door. Die lamp moest dus recht naar beneden stralen. Want de Duits, als hij ergens licht zag branden, dan mitrailleerde hij. Dus dat was de oorlogslamp. Dat weet ik nog, wij hadden zo ook eentje. En dan moesten de waaiers verduisteren. Hè. Dus, glas donker maken, dat er heel licht naar buiten kon stralen. Want als een Duits iets zegt, je moet reageren.